Niet alleen blijkt het internationaal recht zelf dus bepaald niet heilig te zijn voor het Westen, het is overduidelijk dat de Verenigde Staten al jaren bezig zijn met het voeren van een politiek van agressie tegen Rusland. Het hoofdpunt van de EU-top die vanaf morgen plaatsvindt in Brussel is volgens de stukken overduidelijk de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, zoals het wordt geformuleerd. Alleen al deze aanduiding berust echter op een belangrijke misvatting. Want we zijn niet getuige van een eenzijdige agressieoorlog, zogenaamd helemaal uit het niets, van het boze Rusland tegen het onschuldige Oekraïne. Zoals Angela Merkel aangaf in het recente interview dat door Der Spiegel werd gepubliceerd, de Minsk-afspraken van 2015, waarin de Russische minderheden in Oekraïne bepaalde autonomie werd geboden, die waren nooit serieus gemeend, maar dienden slechts om tijd te rekken. Het uiteindelijke doel: oorlog tegen Rusland. In de woorden van de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, Oekraïne voert al sinds 2014 oorlog tegen Rusland. Of, zoals Adam Schief, voorzitter van de inlichtingcommissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS, het zei in januari 2020. De Verenigde Staten helpen Oekraïne en haar bevolking, zodat we op die manier kunnen vechten tegen Rusland. Tim Morrison, voormalig senior director van de National Security Council in de Verenigde Staten, zei exact hetzelfde. Door de westerse politici op hun blauwe ogen te geloven, heeft Poetin zich, zo onderkende hij onlangs, met de Minsk-akkoorden dus om de tuin laten leiden. De jarenlange zware bombardementen. Vanuit Kiev, die op de Russische minderheden in de Donbass neerdaalde, hebben hem verrast. En de opstand in de Donbass die volgde was dus niet zozeer een Russische invasie, maar eerder was de aanval van Kiev op de Donbass een proxyaanval op Rusland. Ik mis ten ene male het inzicht, of in ieder geval het besef, bij de coalitiepartijen, de mainstream media en de andere politieke leiders in de EU over dit soort processen. Deze complexe, uiterst ambivalente voorgeschiedenis van het huidige militaire treffen. Neem nogmaals dat citaat van Angela Merkel. Als ik de mensen hier in de Kamer hoor spreken over het internationaal recht en dat de hemel inhoor prijzen... Juist die Minsk-akkoorden waren onderdeel van het internationaal recht. Voor zover je het internationaal recht accepteert als iets dat bestaat en voor zover je dat serieus neemt, dit was internationaal recht, erkend door de VN-veiligheidsraad. Het Westen negeerde het volledig, had ook altijd de intentie om het te negeren. Tot zover dus het idee dat het Westen altijd het internationaal recht aan haar kant heeft en altijd het internationaal recht wil dienen. Maar niet alleen blijkt het internationaal recht zelf dus bepaald niet heilig te zijn voor het Westen, het is overduidelijk dat de Verenigde Staten al jaren bezig zijn met het voeren van een politiek van agressie tegen Rusland. Is dat in het belang van Amerika? Misschien, ik zelf denk van niet. Maar je zou daar nog een soort argument van kunnen maken in het kader van de grote Britse geostrateeg Halford Mackinder, die meende dat zeemachten zoals Bretagne en Amerika er belang bij hebben om de Eurasiatische landmassa te verdelen. Maar hoe dan ook is het niet in het belang van Europa. Op geen enkele manier. Europa heeft behoefte aan stabiliteit, aan goede betrekkingen met onze Oosterbuur, met een landroute naar het Eurasiatische deel van de wereld. Goedkope energievoorziening, geen Europese slachtoffers, geen vluchtelingenstromen. Noem het allemaal maar op. En ik mis dit strategische denken ten ene male in alle bespiegelingen ook ten, ter voorbereiding op de Europese top. Hetzelfde speelt met betrekking tot de vraag wie die Nord Stream pipeline er nou toch heeft. Opgeblazen. Ik, de vorige keer, ter voorbereiding op deze top, vroeg ik ook aan de minister-president erover. Ik had een motie ingediend. Hij, hij kon het zich überhaupt niet voorstellen dat Amerika daar wel eens bij betrokken zou kunnen zijn. Zo naïef is het denken, blijkbaar, hier in dit huis en ook op Europees niveau over geopolitiek. Terwijl de Britten inmiddels door de Russen officieel zijn aangewezen als de vermoedelijke daders. Terwijl er een Sms-berichtje zou zijn gehackt van Prime Minister Liz Truss, voormalig Prime Minister Liz Truss, die It's done sms'te aan haar Amerikaanse ambtsgenoot Anthony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken, kort na de explosie. Het zou kunnen, het zou heel goed kunnen, want er is inderdaad een Amerikaans belang, een Brits belang bij het opblazen van die pijplijn. Is er een Europees belang? Nee. Is er een Russisch belang? Nee. Waarom weigert Duitsland alle vragen te beantwoorden over de NAVO-schepen die in de buurt van Nord Stream kwamen in aanloop naar die explosie? Ik mis dit strategische denken nogmaals, alles overwegend. Aan de vooravond van het afreizen van de minister-president naar Brussel. Ik wil hem meegeven en alle Europese leiders via hem die hij spreekt de komende dagen. Probeer te denken vanuit strategische belangen en niet alleen vanuit naïeve oorlogspropaganda of droombeelden. Dank u wel. Vind je het leuk wat we doen? Subscribe dan op ons kanaal en mis nooit meer een video van Forum voor Democratie. Ga ook naar fvd.nl en word lid, net als meer dan 60.000 anderen. Alleen samen kunnen we de noodzakelijke verandering realiseren.